hoeveel uur doe je spinning in de week? 5 uur. 5 uur, mensen. Daar blijf je fit en gezond bij. En slank. En slank, zoals je ziet. Geweldig. Ja, ja, het is hartstikke leuk. Zeker met die videobeelden erbij. Leuk, hè? Net als waar je in Spanje bent. Ja, ja, goed hoor. Ja. Ja hoor. Hoe is het met je hartslag? Ook wel goed. So, dit is Nelly. Ik vind Nelly de sportiefste vrouw uit heel Altenbergen. Ja hoor, nou. Dat denk ik sommigen, ja. Maar... Nelly is heel sportief, die doet heel erg goed bodypump, heel veel spinnen. Hardlopen doe je ook nog? Hardlopen doe ik ook. Attack. Attack? Ja, af en toe skileren. Voor jou heel veel succes de komende uren. Oké, okay, ja, ik hoop dat het gelukt. Nou, welkom bij de spinningmarathon in Oud-Gastel. 2 oktober met als speciale gast Michael Bogert. Michael, welkom in Oud-Gastel. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het heel goed. We moeten nog beginnen met spinnen, dus nu gaat het nog goed. Okay. Na de spinning wat minder. Ja, want jouw lievelingsmuziek is trance. Dus dat betekent dat we flink gaan stoempen, zoals ze dat hier zeggen. Nou ja, er zit ik vind dat makkelijk, want er zit er altijd lekker ritme in. En dan, ik hou heel erg van, vroeger kon ik heel goed klimmen. En ik vind het fijn om dat ook een beetje in de les te doen. Dus veel staan en op de muziek staand klimmen. Ja, ja. Dus we gaan de hartslag behoorlijk laten stijgen, zometeen het komende uur. Hoe gaat het verder met je? Want ja, jouw profcarrière is nu gestopt. Wat doe je nu zoal? Wat ik zoal doe is, ik geef heel veel spinning clinics dus en ook gewone clinics op de weg. Dus veel bedrijven die vragen of ik een dagje kan vermaken, zeg maar, een beetje kan vertellen over het fietsen, een stukje met ze gaan fietsen. Dat doe ik vrij veel. Ik presenteer tv-programma bij RTL 7 Wielerland. Ik heb eigen toertocht, die is net geweest in september. En je hebt een zoon, doet hij ook? Wordt hij zometeen op de fiets gezet of ambieert hij andere sporten? Mikai, mijn zoontje is 6 jaar. Toevallig heb ik vorige week een tweede fiets voor hem gekocht. Want ik had een racefiets voor zijn verjaardag gegeven, maar die was te groot. Okay. Of die heeft hij niet echt onder controle. Dat heb ik van de week een nieuwe gaan halen, een iets kleinere. Hij fietst heel ver, wil iedere dag fietsen met mij. Ja. Alleen hij mag pas wedstrijden rijden vanaf zijn 8e. Okay. Dus nu heb ik hem zeg maar, op de voetbal gedaan, dat hij een andere sport kan beoefenen. Maar het wielrennen mag pas vanaf zijn 7 in het jaar dat hij 8 wordt. Zeg maar. Dus dat ik denk dat hij dat wel gaat doen, want hij is heel enthousiast. Okay. Dus je kunt zo samen af en toe eens met hem een ritje buiten gaan maken? Ja, wij doen 1 keer in de zoveel tijd maken een rondje en dan vertrek ik bij ons in Kalmthoutrijk. Okay. Een beetje buitenom naar Putten, Hoge Heide, Berg op Zoom en dan zo terug. En dat is dan 45 kilometer of zo. En dat doen we dan wel een tijdje over, maar dat vindt hij wel leuk om te doen. Maar even terug naar jouw wielercarrière. Hoe vaak heb je de Tour de France meegefietst? 12 keer. 12 keer, ja. Oké. Okay. En je hebt natuurlijk ook een paar keer de etappezegen gewonnen. Dat is 2 keer geweest. In welk jaar was dat? De eerste keer was in 1996, dat was mijn eerste Tour de France, toen won ik een rit. Tweede keer in 2002, dat was dan de koninginnenrit naar La Plagne. Okay. Dus dat was eigenlijk een van de mooiste overwinningen van mijn carrière. Ja. Maar buiten dat natuurlijk ook 3 keer Nederlands kampioen geweest. De Amstel Gold Race gewonnen in 1999. Dus dat is perfect natuurlijk. Ik denk toch wel een van Nederlands beste wielrenners geweest. Nou, dankjewel. van mijn generatie sowieso, dat wel. Maar er zijn natuurlijk een paar generaties voor mij, dat waren echt wel hele grote renners. Ja, toen was het wielrennen wel wat anders. Het is daarna veel mondialer geworden. Maar van mijn generatie deed ik lekker mee. In ieder geval jarenlang top 10 van de wereld geweest. Dus ik ben tevreden over mijn carrière. Nou, wij gaan ons omkleden voor een uurtje spinning. We gaan de mensen lekker laten zweten. Dus wij gaan van start. Dat je eigenlijk echt wegtrapt en een keer als je beneden bent. Dan heb je op de weg ook het meeste nog tijd van.
wel wat te zwaar hoor. Als je hoe hoog, hoe lekker je staat, kun je misschien wel voelen welke voor je kruis het is. Die moet je op de weg niet proberen op je weg niet. Dat gaat niet zo lekker. Hallo. Ik zou denken, een beetje de buiten van de hebben. Even terug in de rust. Ook rust voor jou, Ingrid. Ja, het uur met Michael zit erop. Ja. Dus we hebben flink geklommen. Dat is Michael zijn specialiteit. Dus we hebben lekker drie kwartier flink de hartslag laten stijgen. Ja. Heb je flink zien zweten? Klopt. We hebben flink wat vocht verloren, ja. Ja. Dat je nu net, je komt er net van terug, hè? Ik stap net van de fiets af, ja. Is het inspirerend om met Michael Bogert te spinnen? Ja, dat is toch wel leuk, ja. Ja, meestal heb je natuurlijk zelf de microfoon en let je zelf op de telling en op de mensen. Ja. En nu fiets je gewoon lekker mee op zijn aanwijzingen. Dus dat is wel heel leuk, ja. En dan ja, met zo'n bekendheid is het natuurlijk toch iets speciaals. Ja. Hij is goed afgetraind nog. Hij is nog heel goed afgetraind, ja. Maar hij sport ook nog heel veel, heb ik gehoord. Dus die blijft wel in vorm, ja. Sporten doen hier ook heel veel mensen in Body Active. Chantal? Ja, we hebben nu ongeveer rond de 500 leden. Mm-hmm. Dus dat is niet gek voor de regio hier natuurlijk. Nee. En de spinninglessen die zitten ook aardig vol. Dus, okay. En met wat voor doel komen de meeste mensen hier? De meeste mensen komen om af te vallen. Maar ook voor een stukje conditie en spierversteviging. Dus, alles komt aan bod. Vandaag is het goede doel staat centraal. Ja. Het Sterrenfonds, we hebben daar al een gesprekje mee gehad met de vertegenwoordiger van het Sterrenfonds. Hoe kwamen jullie overigens bij het Sterrenfonds? We wilden eigenlijk een lokaal doel hier in de buurt. En in oktober is het Sterrenfonds eigenlijk ontstaan, dus toen had ik erover in de krant gelezen. Dus zo zijn we erbij gekomen eigenlijk. Ja. En gaat er veel geld opgehaald worden? We hebben nu ongeveer rond de 600 euro. Dus, komt nog bij. Dat hopen we wel, ja. We zijn nog een paar uurtjes zoet, hè? Ja. Ingrid, moet jij toch terug op de fiets? Ja, het laatste uur ga ik nog op de fiets. Dus dat is tussen 3 en 4 uur. En dan kom Jacques Hanegraaf. Okay, ja. Dus dan hebben we weer gezelschap. Ja. Die hebben jullie zelf gewoon benaderd? Of hoe is dat gegaan? Ik heb Michael en Jacques tijdens een eerder spinning evenement ontmoet. Mm-hmm. En tijdens een gesprekje heb ik ze uitgenodigd. En hadden ze inderdaad ook echt zin om met dit goede doel mee te fietsen.
En als je nou, er zijn er bij, die fietsen vandaag de hele dag, hè? Ja, er zijn 8 mensen die inderdaad gewoon 6 uur mee fietsen. Ja. Dus die zijn vanochtend om 10 uur opgestapt. En ja, om 4 uur haken ze af. Okay. Dus dan, dan zitten voor hun 6 uur in de benen. Ja. Een marathon. Ja, dat is echt een marathon, ja. Is dat ja. nou verantwoord? Ja, het zijn de mensen die achter mee fietsen, zijn al fanatieke sporters, dus die zijn al wat gewend. Dus kan geen kwaad. We zullen af en toe een tandje terugschakelen misschien. Ja, 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 het is geen 6 uur keihard knallen natuurlijk. En ze drinken en eten ook genoeg. Dus, ja, ik zag jullie met de schaal rondlopen, maar daar liggen geen bitterballen op, hè? Nee, nee, alleen maar gezonde snacks. Ja. Nou, hartstikke goed. Ik wens jullie nog veel succes vandaag. Dankjewel. Dankjewel. Hoe gaat die met je in het 5e uur? Ja, goed hoor. Komt er goed doorheen. Ja. Begint de vermoeidheid al een beetje toe te slagen? Nee. Valt mee, valt mee. Het gaat nog goed hoor. Je begint een gezond kleurtje te krijgen. Ja, het vorige uurtje was vrij pittig. Over verwachting goed eigenlijk. Je ziet er nog fris uit. Ja, dat is niet echt. Alsof je nog niks gedaan hebt. Maar je zit inmiddels 5 uur op de fiets. Jawel, dat voel ik ook wel. Ja. Maar door die afwisseling van lessen, ja, heb je toch elke keer eventjes rust. Ja. En dan gaat dat toch best wel goed eigenlijk. Hij gaat goed. Heel goed. Ik zie zweetdruppel. Ja. Prima, ja hoor. Je hebt flink wat ritme in de benen zitten. Goed hè, ja. Ja. Je ziet eruit alsof er nog niks gebeurd is. Dat bedoel ik. En dan voor 65-jarige. Mel, hoe gaat het? Nou, eigenlijk wel goed. Ik heb een beetje last van mijn schouder, maar voor de rest... Okay. Ja, ik kom niet tegen. Ja, ik heb nog nooit zoveel gezweten, geloof ik. Heb je nog nergens gebrand of nog zo? Ja, ik had 2e uur in mijn bovenbeen, maar dat ging gelijk... Nou weer los. Ja, dat is goed. Frans, het 2e uur? Ja, het was leuk met Michael daarnet. Ja. Ik heb ook alweer een week beetje geleerd van hem. Had je ook opgelet? Ja. Ja, als je billen kriebelen, dan doe je het goed, geloof ik. Als ze niet kriebelen, dan doe je het of te langzaam of ben je in goede conditie. Dat is waar. Ja. Ik denk het laatste dan. Okay. Hoe gaat het, Heidi? Goed, we zijn nog maar net begonnen. Dus, voor jou het 1e uur? Ja. Okay. Ja. Michael nog even kunnen zien? Ja, net toen we binnenkwamen. Okay. Dus wel leuk. Ja. Dus je gaat zo meteen ook mee fietsen met Jacques? Nee, alleen dit uurtje. Okay. Nee, een uurtje mee. Oké. Okay. Nou, super. Super dat je het Sterrenfonds steunt op deze manier. En dan, succes verder. Dankjewel. Fiets je het laatste uur nog mee? Nee, doe ik niet. Geen tijd. Nee. Helaas. Oké. Okay. De auto gaan wassen. Ja. Vanmorgen al gedaan. Vanmiddag, hè? Ja, klopt. De dagelijkse dingetjes. Dit is jouw 2e uur? Ja. Oké. Okay. Hoe gaat het? Prima. Nou, je ziet er lekker bezweet uit. Ja, inderdaad. Fiets je het laatste uur nog mee? Nee. Zeker goed. Perfect. Ja. Steeds lekkerder. Nog nergens geen last van? Nergens geen last van. Hallo, we zitten hier met Jacques Hanegraaf, oud-prof wielrenner. Ja. Jacques die komt het laatste uur met ons meespinnen, dus daar zijn wij ontzettend blij mee. Jacques, hoe gaat het met je? Je ziet wel, ik heb gewoon een kaart naar hier getrimd om een beetje warming-up te hebben, dus ik ben er klaar voor. Nee, maar het gaat best wel goed. Ja. Okay. Mag niet klagen, ik word einde van het jaar 50, ik fiets niet zoveel, maar ik heb geen klagen. Want welke sporten doe je nu je gestopt bent met het prof wielrennen? Eigenlijk heel weinig. Wel veel wandelen, lopen vind ik heel leuk. Ja. Buiten in de natuur, maar echt competitiesporten doe ik bijna niks meer. Want je bent ook 2 keer Nederlands kampioen geweest. Ja, de eerste keer was in 81. Het was ook meteen het eerste jaar dat je startte. Hoe was dat? Ja, ik was er heel jong bij als prof wielrenner. Ik was ook in die tijd de jongste professional uit de geschiedenis. 19, hè? 19, ja. Ja.